Hoe komt Nederland er in de toekomst uit te zien, zowel bestuurlijk als qua infrastructuur en ruimtelijke ordening? Waar liggen de kansen en waar de knelpunten en hoe moeten we die wegnemen? Dit voorjaar komt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met een visie op deze onderwerpen. Voorafgaand daaraan organiseert Twijnstra Gudde debatten over bestuurlijke herindeling, bereikbaarheidsvraagstukken en ruimtelijke ordening. Op 7 april was de apotheose van de serie debatten in de Haagse Kamers van Twijnstra Gudde. Een goede ruimtelijke ordening wordt ongelooflijk belangrijk, omdat we anders nooit die meerwaarde kunnen creëren, die potentiële meerwaarde kunnen creëren die nodig is om dit land te kunnen blijven ontwikkelen. Zegt Pieter Todwaar, hoogleraar economische geografie en planologie. Je zult plekken meerwaarde moeten geven door ze beter aan te laten sluiten op de omgeving. Het Daily Urban System kent geen stadsgrenzen, noch provinciegrenzen. Samenwerken tussen lokaal, regionaal en nationaal bestuur is van essentieel belang om het systeem elke dag weer te kunnen laten functioneren. Nou, we moeten in ieder geval toe naar een club die zich verantwoordelijk voelt voor het goed functioneren van die Daily Urban Systems. De WGR-regeling was daar natuurlijk ook voor bedoeld. Hè? En geeft dan ook een beetje stok achter de deur als het niet allemaal zo makkelijk gaat. Dus het is wel eigenlijk wel een beetje jammer dat dat dan wordt afgeschaft, denk ik. Ik denk dat veel steden er ook wel zo over denken. En daar haakt Jeannette Baljeu op in. Zij is wethouder havenverkeer en regionale economie van de gemeente Rotterdam. Met Den Haag is zij bezig de twee stadsregio's samen te smelten tot één grote metropoolregio. En we gaan dus die twee stadsregio's vanuit verkeer en vervoerskant ook sterker aan elkaar verbinden, meer samenwerken, kijken waar we de win-win kunnen halen, zodat we er meer voor onze bewoners uit kunnen halen. Twee stadsregio's zijn natuurlijk op zoek om een WGR-plus-status te behouden. En die denken dat dat ligt in het maken van een WGR++. Asje van Dijk is gedeputeerde verkeer en vervoer, economie en integraal ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland. Hij vindt de plannen van Rotterdam en Den Haag helemaal niets. En hij pleit voor een bestuur dat juist aandacht heeft voor de gehele Randstad. Die hele Randstad kan veel meer meerwaarde hebben als er één opleidingsmarkt is, als er één arbeidsmarkt is, als er één woningmarkt is, als er één Daily Urban System is. Maar dan weten we dat de Randstad, ja, voor een heel selecte groep van mensen, inderdaad het de arbeidsmarkt is. Maar voor de bulk van de arbeid zijn dat die stadsgewesten. En die functioneren niet goed. Geert Thijsman vindt een structuurdiscussie niet meer van deze tijd. Het bestuur moet zoeken naar waardecreatie. Daar gaat het volgens Thijsman om. Je gaat erover of niet, is heel erg inputgericht. En dat gaat dus niet over waardecreatie. En als je dan dat zinnetje je voegt wat toe of doet niet mee. Hè? We oefenen nog maar een keer met jullie. Dan heb je iets meer aandacht voor de output. Hè? Maar dan de output van verschillende partijen. En dan komt het derde punt eigenlijk, die co-creatie waar jij het ook over hebt. Dat de co-creatie is eigenlijk de norm der dingen in een samenleving als onze. Thijsman krijgt in dat opzicht steun van Stefan Heulman, expert op het gebied van openbaar vervoer. Een mogelijke infrastructuurautoriteit in de Randstad is voor hem een pakkend voorbeeld van Thijsmans bevindingen. Ik beloof u dat over een aantal jaren dan komt er weer iets nieuws. En dat is juist, en dat komt iedereen heeft volgens mij ongeveer dezelfde dynamiek nu wel te pakken, omdat het gaat over heel iets anders. Namelijk of je een bepaalde visie met elkaar deelt en dat wil realiseren. En de structuur waarin dat moet gebeuren, nou dat komt dan wel een keer. Bij het inrichten van de toekomst heb je veel baat bij lessen uit het verleden. En dan is het goed dat een organisatieadviesbureau als Twijnstra Gudde zich al decennia lang bezighoudt met samenwerkingsvraagstukken. Hier in de Haagse Kamers zijn de adviseurs van Twijnstra Gudde er dagelijks mee bezig. Je ziet uiteindelijk altijd dat die inhoud sterk stuurt op datgene wat uiteindelijk nodig is op samenwerking. Dus de structuurdiscussie is een continue, maar je ziet tegelijkertijd dat daaronder ook de samenwerkingsvraag en vanuit de inhoud de noodzaak ook een continue is. Ik heb ook al nagedacht over een nieuwe term. Ik kwam bij de term SimSam uit, namelijk simpel samenwerken. En dat past een beetje in deze tijd, simpel. En ondertussen mag je gewoon net zo complex lekker blijven samenwerken als je in het verleden deed.